door het hoge water. Afgelopen zomer hebben we 10 hectare maïs moeten laten staan hier in Bokhoven. Ik ga vandaag proberen deze te klepelen en onder te werken. Dan hebben we in ieder geval nog iets van een organische stof in de grond. Maar het is eeuwig zonde. Maar helaas, er zit totaal geen kolf in, zoals ik al eerder heb verteld.